Oké, mensen, we staan nu in de Mac en de Harm. Hoe was het om alles te bestellen, jongen? Het is gelukt. Dames en heren, ik zit hier met Aart in de auto, want we gaan even iemand ophalen bij het station. Er komen vandaag twee YouTubers. Hij komt eigenlijk dus met zijn vriendin, dus er zijn er eigenlijk dus dan gelijk twee. En eigenlijk, wij zijn altijd zo aardig, of eigenlijk Aart, om alle YouTubers die bij ons komen gewoon op te halen bij het Centraal Station in Amersfoort. Dus ben je nou een YouTuber en wil je graag mede pranksen? Ik kom je ophalen bij het station, jongen. Ja, en normaal, en meisjes. Ja, en normaal zou ze Chihuahua erbij zijn, maar die is er vandaag niet bij, want ik heb even zijn plek ingenomen van de Chihuahua. Want ik dacht, ik ga even vloggen en dan ga ik het even gewoon even vloggen dat we even iemand ophalen. Dames en heren, dat zijn ze, dat zijn ze. Let's go. Is dit de vlog? Nou, dit is mijn eigen vlogcameraatje, jongen. Goeiedag. Ja, man. Is goed? Hi. Ik heb een high five terugvaren. Sorry, wat zei u, meneer? We zijn een stel doorgedraaide vlogger. Weet je wat een vlogger is? Nee. Dat is een vlogger, is zeg maar iemand die zo de hele dag met zijn camera loopt en die praat eigenlijk tegen de camera. Maar eigenlijk praat je ook weer niet tegen de camera, want eigenlijk praat je dus tegen de mensen die thuis achter het scherm zitten te kijken. Begrijpt u dat? Wilt u nog wat zeggen? Dit is uw kans, uw moment of fame. Wat wilt u? Nee. Eén ding. Ik heb niks te zeggen. Er wordt een miljoen keer bekeken. Nou, blijkbaar had u wel wat te zeggen, want u begon uit uzelf wel te praten natuurlijk. Ik begon te praten, ja, dat mag ik zo zeggen. Maar dat maakt uit, meneer. Ik reageer op jullie lawaai. Oké, nou, ik wens u een fijne dag. En jullie ook hetzelfde. Heel prettig weekend. Ja, oké, mensen, wij gaan even naar huis rijden. Waarschijnlijk die oudjes, ja, die begrijpen het gewoon niet. Hij dacht echt dat wij stel doorgedraaid, maar het ziet er ook echt fucking retarded uit. Ik snap het. Ja, ik snap het ook wel aan de ene kant. En het is ook wel best wel apart natuurlijk. Ja, nogal steeds eigenlijk. Maar goed. Nou, dat is dus het idee van vandaag. Twee trampolines op elkaar. Nou, koop Chris, salto. Salto. Salto van daar en daar. Kan je proberen? Is goed. Heb je hem erop je zin, daar? Ja. Hij deed het wel. Aard. Ik doe het niet. Oké, dames en heren, we zijn ondertussen alweer klaar met het filmen van de trampoline. Dus we hebben dus twee trampolines op elkaar gezet. Ja, en als je deze video dus wil zien, check dan gewoon even het kanaal van Prankster. Harm en Jacinta zijn er nog steeds. Yes, yes, yes. En Harm, wat gaan we nu doen? We gaan echt iets vets doen. Heel erg vet. We gaan namelijk naar de McDonald's. Ja. Maar niet zomaar naar de McDonald's. We gaan naar de McDonald's en we gaan alles bestellen. Letterlijk het hele menu gewoon. Dus dan moet je gewoon voorstellen, hè? We lopen zo meteen naar de McDonald's toe en zeggen gewoon, we willen gewoon alles. Alles, ja, we willen gewoon alles. Nou, hoeveel zou het kosten, denk je, gokkers? Ja, ik weet niet, een gokje, €80 of zo. Ik heb geen idee, ik weet niet wat dat is, ik weet niet wat ze hebben, ik weet niet hoe ze reageren. Ik denk meer. Ja, ik denk ook meer, ik denk toch wel iets van €150 of zo, hè. Nou, dan gaan we bang zijn. Gaat als een YouTube money, Arum. Gaat allemaal YouTube money. Maar wij vinden het wel perfect, want wij kunnen er lekker van eten, toch? Zeker. Maar Jacinta mag alleen patat, want die is vegetarisch. Oké, mensen, wij gaan even naar de Mac. Check jullie zo weer. Later. Ja, dat gebeurt gewoon als je met pranks gaat opnemen. Dan moet je gewoon vies worden. Het is niet anders. Maar je haar zit nog netjes. Dus, Als je haar maar goed zit, hè, dat zeggen ze altijd. Als je haar maar goed zit, dan komt alles goed. Oké, mensen, we staan nu in de Mac en Harm. Hoe was het om alles te bestellen, jongen? Het is gelukt. Ja. Het is gewoon gelukt. Ik vond het helemaal prima. Het is gewoon gelukt. Nou, we mogen zelfs zomaar binnen. Ja, het was €82. Maar wil je de rest van de video zien? Check even het kanaal van Harm. Yes. Want we gaan zo even lekker eten. Chris heeft honger. Chris haat eten, daarom heeft hij elke keer van mij gewonnen met een etenstrijd. Even een kleine update, we mogen dus in de keuken filmen van de Mac hoe het eten gemaakt wordt. Ja, dat is toch wel best wel speciaal, dat moet ik toch wel eerlijk even toegeven. Nemen jullie eten mee? Ja, we nemen alles mee. Dus ik wacht even op Harm tot hij doorloopt.
wachten. Ah, we moeten even wachten. We moeten een schort om natuurlijk. Of een muts. McDonald's behind the scenes. Hé, hey, maar even serieus, dat is best wel cool toch? Dat we gewoon echt in de keuken mogen. Dat is echt vet. Ja, dat is echt vet. Wauw. Wauw. Wil ooit dat het scherm zo vol is? Ja, was het niet. Ik vraag een plaatje van mij. Nooit zo vol. Wauw, is het voor het eerst dat het scherm zo vol is? Wauw. Zit er echt een serieus? Ja. Mevrouw. Zit er serieus bestelling op? Dat is zeker een serieus. We hebben al betaald. Dat mag ik even zo'n glas hier. Sarah, wil je die weer omzetten alsjeblieft? Yes. Nou, ik kan nog geen moe ook. Nou, hij heeft wel echt een koffie gemaakt. Hoppakee. Als jullie nu weer gewoon daarheen maken. Ja mensen, we moeten nu de keuken weer uit. Want ja, als we te lang lopen, dan gaan ze natuurlijk afgeleid worden. En dan wordt het eten nooit klaar. Ja, en wat moet je nou altijd doen als je ook bij de McDonald's bent? Woe! Dus we moeten natuurlijk wel even kijken of ik er nog steeds in kan. Even kijken, toegang van 10 tot en met 3 tot en met 10 jaar. Fuck the shit. Oké, dames en heren, boter, kaas en eieren. Oh, fuck the shit, saai. Let's go. Oh, ik ben te groot voor deze shit. Oké. Nu wordt het spannend, dames en heren. Moet ik daarheen? Of moet ik toch hierin? We gaan toch voor de tunnel of met de glijbaan. De epische glijbaan van de McDonald's. Laten we gaan. Go, go, go. Oké, zoals jullie zien, ik ben niet meer zo lenig. Maar dat komt dat het allemaal fucking krap is hier. Let's go. Oké, dat was dat. Hopelijk is het eten klaar. Kunnen we snel naar huis gaan. Gaan we daar alles op eten. Want ja, Harm heeft alles betaald. Dus het is alleen maar chill natuurlijk. Beetje ontroerd word ik hier nou. Oh, Chris wordt helemaal ontroerd van het eten. Al dat eten. Hij is op. Ik heb verteld dat ik de slechtste zak in heb. En ik heb hier alleen maar salades aan. En hier ook. Denk je van hier zit een leuke zak. Maar hier zit saus in. En wat zit hier ook weer in? Hier zit een kut in. Oh, hier zit die visfilet in. Oh ja. Heb je eigenlijk een visburger. Oh, daaronder zit de kipnuggets. Oh, die ook. Zit ook nog een meisterburger tussen? Ja, twee. Ja. Drie is er zo, weet ik veel. Drie? Ja, maar eentje met kip. Je hebt een Angus. Angus, ja. En Aaron heeft hem zelfs een blom bij gehad, jongen. Ja, tuurlijk. Die moet er wel bij. Ja, ik denk dat ik hem in een hamburger. Even alles wilder voor de tunnel zetten. Ah, dat is het geworden, dames en heren. Haha, lekker smullen. Hij lacht er. Doei, Aaron. Doei. Doei. Later jongens. Laatst. Hey, goeie terrasdag jongen. Doei. Later. Ciao. Kijk, dames en heren, daar is die. De kleine Chihuahua. Chihuahua man. Goed. Laat je trucjes zien wat je kan. Laat je trucjes zien. Goed zo. Aans doen. Ja, laat het zien. Laat zien dan. Goed. Ja. Oké, taxibedrijf Arjan heeft Harm en Jacinthe natuurlijk weer veilig thuisgebracht. En ja, dan gaan we even kijken wat we de rest van de dag gaan doen. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik moet sowieso nog wel even een video editen voor morgen. Maar dat is geen probleem. Toch goed? Goed. High five. Hij is scheet gelaten, godver. Dat doet hij niet. Godverdamme. Hij ontlaagt zijn scheetjes hoor. Oké, mensen, ik ben ondertussen weer thuis aangekomen. Ik moet nog eventjes wat editen, want het is nu dus zaterdag en zondag komt weer een nieuwe video online. En dat wordt zeg maar deze video. Dat Chris in een giant ballon gaat. En Snorrond is er ook bij natuurlijk, maar hij wil net weggaan, dus daarom denk ik, ik film even nog snel. Maar, hé, hier blijven. Hé. Kijk eens. Wat is dat? Ga je weer weg? Ga je spelen? Hè? Zal ik even lekker spelen, vriend. Maar goed, ik moet dus deze video nog even afediten. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet. Ik heb sowieso... Gaan we eerst... Want Chris kwam net aan me toe. Hij zei, ja, heb je zin in een biertje? Ik dacht, nou, laten we gewoon even een biertje drinken. Edit ik die video gewoon even af. En ja, drinken we gewoon even gezellig een biertje. Gaan we even dingetjes overleggen. Je kent het wel. En ja, dan is het zaterdagavond. En dan moet ik even gaan kijken wat ik op zaterdagavond ga doen. Want ik heb eigenlijk nog geen plannen. Het enige plan die ik heb, is dat mijn vriendin zo meteen komt. En dan ja, gaan we gewoon even kijken wat we gaan doen. Dus misschien was dit het eind van de video. En misschien ook niet. Later mensen.